Goedemiddag allemaal. Kom, voor degenen die we nog niet gezien hebben, allemaal een heel fijn, mooi jaar toegewenst. Een sportief jaar toegewenst, met hopelijk wat beter weer dan vandaag. En in ieder geval fijn dat jullie allemaal de weg naar Wijk en Aalburg hebben gevonden. U ziet hier aan tafel een grote groep, dat ben ik dus, de voorzitter van de stichting. U ziet aan deze tafel een grote groep met mensen. En die zullen allemaal vanuit hun eigen invalshoek en vanuit hun eigen functie straks een toelichting geven op het wielerevenement zoals we dat willen organiseren op 7 mei aanstaande. Een wielerevenement met veel categorieën aan de start. Natuurlijk de elite dames met hopelijk Marianne ook aan start. Maar daar zal ze zelf waarschijnlijk straks een toelichting over geven. Veel jeugdcategorieën, een dikke bandenrace. Maar ik zal er straks in de programma-indeling nog even op terugkomen. We zijn heel blij dat we het afgelopen jaar meer mensen bij de organisatie hebben kunnen betrekken. Ook bij cruciale functies zoals bijvoorbeeld de wedstrijdwerkgroep, de sponsorcommissie. En daarnaast natuurlijk ook wat meer mankracht hebben gekregen op het administratieve en secretariële vlak. En zo proberen we dat verder uit te bouwen en natuurlijk ook te continueren de aankomende jaren naar we mogen hopen. Programmaoverzicht, nogmaals, het is een voorlopig programmaoverzicht. Het is natuurlijk afhankelijk van nogal wat factoren. Maar dit is wel hetgeen wat wij willen aanbieden op 7 mei. Ik zei het al, de toertocht die zal als eerste van start gaan op die zaterdagochtend. De afstanden 65 en 100 kilometer. Vervolgens de nieuwelingen meisjes, junioren meisjes. De ervaring leert dat er weinig wedstrijden voor georganiseerd worden in der landen. En we zijn ook erg blij dat we deze categorieën mogen organiseren. Marianne Vos Classic Handbiken. Van het begin af aan heeft de gehandicapte sport centraal gestaan, ook bij dit evenement. We zijn ook weer blij dat we die categorieën van start kunnen laten gaan. Dikke bandenrace, natuurlijk van belang voor jongeren om zo vroeg mogelijk in contact te komen met de fietssport en met de wielersport. Dus ook daar zijn we heel blij mee dat de Rabobank ook dat weer ondersteunt dit jaar. Ik zei het al, jeugdcategorieën. We hebben de categorieën 1 tot en met 7. Dat betekent dat we alle leeftijdsgroepen jongens en meisjes in huis zullen hebben. En dan de elite vrouwen, de Rabobank, de 7 dorpen, omloop Aalburg. Ook dat zal straks nog kort toegelicht worden wat dat inhoudt. Ook dit jaar hebben we weer een wielerterras, waar degene die al dan niet met veel enthousiasme met wielrennen willen aanschouwen onder het genot van een drankje en een hapje, dat kunnen bekijken, waar we ook de sponsoren zullen ontvangen. En we zullen ook weer een randprogramma hebben, randactiviteiten. Vorig jaar is dat de markt geweest, dat willen we ook dit jaar weer doen. Waarbij sponsoren, ondernemers lokaal zich kunnen manifesteren en promoten wat ze allemaal te bieden hebben. Iets anders is geworden de verkiezing ondernemende vrouw van Altena. Daar zal Nicole Raubo straks het een en ander over toelichten. Maar dat zullen we de avond ervoor gaan behandelen, wil ik heel zwaar zeggen. Maar zullen we gaan vieren. Dat heeft een aantal redenen, maar vooral ook praktisch. Dat het wielerevenement op die dag gewoon alle aandacht krijgt. Maar ook qua veiligheid is dat wat gemakkelijker. En ook natuurlijk dat op die vrijdag de vrouwen het podium kunnen bieden. Letterlijk wat ze ook mogen hebben. Toch, Fien? Wielercafé Wielerclinic. Vorig jaar is het Wielercafé een groot succes geweest. Het zal waarschijnlijk een iets andere invulling dit jaar krijgen, maar daar zal Bert Cadel zo het een en ander over vertellen. Ook de Wielerclinic die georganiseerd zal worden, maar dat zal enkele weken voor dit evenement plaatsvinden. Nou, tot slot de workshop Business Meets Sport. Ook een aantal jaren met veel succes georganiseerd. Wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Maar daar zal straks Roger Schouwenaar iets over zeggen. Gaat vooral ook om jonge ondernemers en jonge talenten, toptalenten, te betrekken bij dit evenement. En dan ook tools te geven om in de toekomst daar iets mee te kunnen. En Roger zal straks ook het thema toelichten. Ja, dan wil ik graag het woord geven aan Nico van Bergijk over de toertocht. Nico. Ja, de toertocht voor vrouwen, dus die wordt voor de derde maal gehouden. En die heet dus de Marianne Vos Classic. Twee afstanden, is al genoemd, 65 kilometer. Vorig jaar hadden we 90 kilometer, dus nu 100 geworden. Het bleek dat vorig jaar 2/3 van de deelnemers, het is voor ons ook een beetje aftasten, die kozen voor de langste afstand. Dus dan hebben we nog een paar kilometer bij gedaan. Gedeeltelijk had hij weer over het parcours van de 7 dorpen omloop.
Dat wil zeggen een stukje hier in de dorpen en dan Kapelse Veer over richting Loon op Zand, Drunense Duinen. En via Nieuwkuik weer terug de Heusische Brug over richting Wijk en Alburg. En dan hebben we voor de 100 kilometer een extra lus eraan zitten door de Bommelerwaard. Dus de andere brug over de Eilandse Dijk voor de kenners richting Brakel, Zuilichem. Komen langs de Waal een stuk richting Loevestein en dan via Ambo weer terug. Dan komen we om 100 kilometer. En voor het eerst zijn we vorig jaar aangesloten bij de NTFU, de Nederlandse Tour Fiets Unie, die het belangen behartigt van alle toertochten in Nederland. Daar hebben we gelijk een beoordelingskwaliteit aan vast laten plakken, zeg maar. We wilden graag hoe doen we het. En dat ging er over de organisatie, de verzorging en veiligheid enzovoort. Maar we zijn beoordeeld als gelijk in de hoogste categorie. Dat wil zeggen dat we nu 3 sterren achter onze naam hebben. Dus daar zijn we best trots op. Tijdens de dag zelf wordt, zoals Esther net al aangaf, een veelvoud aan wedstrijden verreden. En dat is ook in het kader van de breedte sport. We willen natuurlijk zoveel mogelijk aandacht geven aan alle vormen die er zijn binnen het wielrennen. En de aandacht gaat dan ook vooral uit naar natuurlijk naar de vrouwen, maar ook naar de jeugd en het handbiken, die ook in alle categorieën aanwezig zijn. Daar zijn zowel bij de heren als bij de dames 5 categorieën voor, die ook allemaal aan de start zullen verschijnen. Het is een drukke dag met 7 categorieën jeugd. Dat begint bij kinderen vanaf 8 jaar tot 14 jaar. En dan aansluitend nieuwelingen, meisjes en junior dames. Dat zijn eigenlijk de elite van de toekomst, zeg maar. Dames vanaf 15, 16 jaar tot en met 18 jaar. Die ook een deel van het grote parcours wat de elite ook rijden, zullen gaan rijden. Alleen daarna, omdat ze een kortere afstand rijden, een aantal kleinere lussen. En afsluitend natuurlijk de elite dames die 's middags om 2:15 starten. Die rijden de grote lussen. Aansluitend op het einde een aantal kleine, zodat er wat meer doorkomsten zijn, wat ook voor het publiek wat aantrekkelijker is. Verlichting over de overige activiteiten, want die hebben we nog niet, zult u begrijpen, niet nog volledig in kunnen vullen. Het wielerterras, ik zei het al, ontvangst voor sponsoren, voor fans en voor allerlei mensen. Nou, we hopen ook de dames naar de toertocht dat die blijven hangen om nog te genieten van het wedstrijdelement. We zijn bezig met muziek, met demonstraties zoals we het afgelopen jaar hebben. De markt, lokale ondernemers die zich daarvoor kunnen aanmelden natuurlijk om te laten zien wat ze allemaal in huis hebben. Nou, u zult begrijpen, ik zei het zojuist al, dat het vinden van vrijwilligers en die ook behouden voor een organisatie toch altijd een punt van zorg is. U hoorde Martin net al vertellen over het bomvolle programma wat we toch wel hebben. Ik dacht, nog meer belangstellenden, maar het loopt allemaal door. Nou, u zult begrijpen dat daar heel veel mensen voor nodig zijn. Zowel vrijwilligers op bestuursniveau voor de werkgroepen, maar daarnaast ook vrijwilligers voor de dagen zelf. Dat is een toch wel een punt van zorg en in ieder geval van heel veel aandacht. Dus bij deze ook de oproep. Hè, u heeft die kanalen om inderdaad mensen die zich geroepen voelen, of mensen kennen die zich geroepen zouden kunnen voelen, zich te melden. En dat kan op alle niveaus zijn, op alle manieren, om inderdaad te participeren in deze organisatie. Het Wielencafé en de Wielenclinic. Ik zei het zojuist al, Wielencafé vorig jaar is een groot succes geweest. En we zijn heel erg blij. Bert Cadel, maar hij kan zichzelf veel beter introduceren dan ik dat kan. Bert komt iets vertellen over de Wielencliniek en eventueel ook over het Wielencafé, voor zover dat allemaal al mogelijk is. Ja, dank u wel. Mijn naam is inderdaad Bert Cadel. Dat is een genootschap met burgemeesters, wethouders, ondernemers, onderzoekers uit West-Brabant. 19 gemeenten die ook de regio West-Brabant vormen. Dat is eigenlijk ons doelgebied. Wij houden een stuk of 8 fietstochten per jaar. We fietsen met motoren 75 of 100 kilometer. Voor de rest houden we allerlei avonden. Zo ook vorig jaar hier bij Wout Bouwman, garagebedrijf Bouwman, wel bekend.
hebben we een speciale avond gehad met ons allen. Marianne, die is bij ons geen erelid, want wij zijn een stichting en de stichting heeft dus geen leden. Ja. Zij is eretruidraagster, dus wij voelen ons bijzonder verbonden met dit gebied. Vorig jaar ging de opbrengst van die avond dan ook naar dit evenement. En wij hadden het voornemen dit jaar weer een dergelijke avond te organiseren. Dat zal zijn op 15 april. En dan hebben we als eregast Joop Zoetemelk. En nou wil het toeval dat deze stichting de volgende dag ook al een tocht had. En via de burgemeester, die overigens bij ons meestal erop fietst, als die fietst, kwamen wij als twee stichtingen bij elkaar. Wij zullen dus die vrijdagavond het wielercafé, en wij hebben dat inmiddels Wieler Experience gedoopt, rond Joop Zoetemelk opbouwen. We hebben daarvoor ook iemand in de arm genomen, Matt Thewer. Heer Thewer heeft een van de grootste verzamelingen wielervideo's die ik maar kan voorstellen. Die zal daar ook een doorsnede van maken, dat hij allerlei filmpjes zal vertonen van de renners die dan aanwezig zijn. Hoofdgast, zoals gezegd, is in ieder geval Joop Zoetemelk. Stiekempjes hopen we eigenlijk ook dat Marianne erbij zal zijn, maar die is natuurlijk druk aan het trainen voor de grote dingen die volgend jaar, die dit jaar nog te gebeuren staan. Dus wellicht zal zij er niet bij zijn. Met haar hulp zijn we ook aan het kijken of we nog een paar andere bekende renners kunnen charteren, zowel voor die avond en ook de volgende dag. Die avond zal plaatsvinden op een nu nog geheime plek hier in de gemeente. We zijn samen met de stichting aan het zoeken. Maar dat wordt ongetwijfeld erg leuk. De volgende dag hebben we dan samen met de andere stichting een tocht. En de opbrengst van beide evenementen gaat naar deze mooie ronde. Dankjewel. Brabant die ondersteunt Marianne Vos Festival ook al jaren. De naam begon eigenlijk een paar jaar terug als Zeven Dorpen. Vervolgens werd het Marianne Vos Christelijk en nu heet het Marianne Vos Festival. Dus volgens mij het woord zegt het al, het is gewoon één groot feest. En waarom vonden wij als provincie dit festival, dit feest? En dan sluit ik eigenlijk aan bij de woorden van de Rabobank. Het is niet alleen de topsport, niet alleen de elite, maar het is ook met name de jongelingen, de nieuwelingen, de amateurs, maar ook de gehandicapten, de handpijkers. Dus wij hechten er ook een waarde aan, dus dat juist dat soort activiteiten ook ontplooit worden. Ja, en dan de vrouw waar het allemaal om draait. Marianne, nou, wil jij reageren? Ja, zeker. Ja, ik vind het in eerste instantie al heel bijzonder dat we hier voor een tweede lustrum zitten. Want het is alweer de 10e editie van het wielerfestival. En dat betekent dat ik er ook al 10 jaar middenin zit. En ik vind het heel mooi om te zien dat de wielerronde vanuit eigenlijk al vanaf het eerste jaar een internationale wielerronde is uitgegroeid naar een festival, echt naar een breed evenement. Met dusdanig veel activiteiten dat het zelfs meer dan een dag gaat behelzen. Want de dag zelf, zaterdag 7 mei, zit hartstikke vol. Maar de vrijdagavond is al de verkiezing ondernemende vrouw. Nou, vorig jaar was het wielercafé erbij. Daar komt nu dan nog de wielerkliniek bij. Dus het is eigenlijk een scala aan activiteiten. En buiten de wedstrijd waar ik, Esther gaf het aan, hopelijk zelf ook al meeneemt. Ja, in principe ga ik zeker deelnemen. Na afgelopen jaar waar ik daarnaast heb gestaan, langs de kant heb moeten staan, is er niks zeker. Maar ik ga er in ieder geval van uit dat ik gewoon van start zal gaan. En dat is natuurlijk ook mijn eigen wens en doel. Maar naast die elite vrouwenwedstrijd ben ik juist ontzettend trots op alle andere activiteiten die er plaatsvinden. De dikke bandenrace is altijd een fantastisch spektakel waar de kleintjes op wat voor fietsje dan ook zichzelf helemaal uit de naad rijden. En ik ben ook blij dat de jeugdwedstrijden, die vorig jaar helaas niet meer in het programma pasten, maar dat die weer terug zijn. En ook de handbikers, die niet in alle wedstrijden, of landelijk eigenlijk, niet overal een podium kunnen krijgen. Dus het is echt wel heel bijzonder dat we daar hier in Aalburg wel de tijd en de plaats voor hebben. En dat ze daar, hoor je ook de reacties van de deelnemers zelf, dat ze heel blij zijn met deze mogelijkheid om hier deze wedstrijd te rijden. Want alles bij elkaar maakt het natuurlijk een fantastisch spektakel, een festival.
En ja, daar kijk ik ook wel echt weer naar uit. Het is mooi dat we hier nu zitten. De organisatie is zeker geprofessionaliseerd in die afgelopen 10 jaar. Waar we nu staan, denk ik, in de opbouw naar het evenement wat in mei gaat plaatsvinden. Ja, dan kun je al wel zien dat we nu al heel ver staan in alle opzet en opbouw richting het evenement. Dus daar ben ik ook heel blij mee. En daar dank ik het bestuur en alle werkgroepen en iedereen ook zeker hartelijk voor. Want daar gaan heel veel uren en heel veel vrije tijd gaat daarin zitten. Nou ja, dat is voor topsporters geldt dan natuurlijk ook. Die voorbereiding, dat is vaak het hardste werk. En dat wordt soms niet gezien. En dan moet het op dat ene moment moet het allemaal lukken. Daar moeten we dan ook van, ja, met z'n allen van harte van kunnen genieten natuurlijk. Maar ja, we moeten vooral niet vergeten dat daar ook wel heel veel werk achter schuilt. Ja, 7 mei. Ik kijk er naar uit. Ik ben ook heel blij met de lokale betrokkenheid die eigenlijk ook nog steeds lijkt uit te breiden. Vanuit de ondernemers, maar ook vanuit de bevolking. Ik heb de afgelopen jaar langs de krant gestaan en dan merk ik het eigenlijk nog meer. Dat mensen zeggen van ja, ik mis je in de kranten, ik mis je in de wedstrijden. Het is, ik kijk ernaar uit om weer te rijden. Nou, en zo ook juist van de ondernemers die niet alleen voor mij dit doen, maar juist ook gewoon voor de bevolking. En zich willen laten zien, zich willen profileren door middel van dit evenement. En ja, dat kunnen we dus met elkaar allemaal bereiken. Dankjewel Marianne. Ja, we vinden het natuurlijk prachtig om je tweede te zien worden bij de IQ-test. We zouden het nog leuker vinden om je inderdaad 7 mei aan de start te zien. En wellicht in augustus in Rio. Ja, en dan de burgemeester en de wethouder van deze mooie gemeente. Tegenwoordig van het gemeentebestuur trots mogen zijn dat we hierbij mogen zitten. En er werd naar meerdere personen ook genoemd. Als je ziet in die 10 jaar hoe professioneel het gegroeid is, dan zit hier in ieder geval een hele trotse burgemeester. Dat denk ik ook een trotse wethouder. Dat het allemaal zo op deze manier tot stand is gekomen. Je ziet het elk jaar weer opnieuw professioneler worden. Dat past ook in de gedachte van als overheid ook wat faciliterend in te zijn. Daar waar we kunnen, moeten we dat ook doen en blijven doen om te blijven faciliteren. Maar het is mooi om te zien dat jullie als stichting dit zo voor elkaar krijgen met al die werkgroepen en al die vrijwilligers die daar vol in zitten en dat toch iets moois wegzetten. Zeker ook de ondernemers. Ik ben blij te horen en te zien dat heel veel plaatselijke ondernemers nu ook het initiatief nemen om ook dit te ondersteunen. Dat is goed dat gebeurt, dat het ook draagvlak heeft in de eigen gemeente. Oké, Marianne Vos, hoe gaat het? Goed. Ja, oprecht kan ik zeggen dat het goed gaat. Ook wel leuk. Ja, want je hebt natuurlijk een heel moeilijk jaar achter de rug. Je bent inmiddels weer in training, heb ik begrepen. Een trainingskampen gehad. Dat gaat allemaal voorspoedig? Ja, natuurlijk nog steeds wel heel voorzichtig. Ik ben nu 2 maanden bezig. En ik heb een 6 maanden of gewoon een half jaar eruit gelegen. En dan moet je natuurlijk wel echt nog opbouwen. Maar het gaat heel voorspoedig. Ik heb het eerste trainingskamp gehad. We vertrekken volgende week met de ploeg alweer op het volgende trainingskamp. Ik heb nog een hele lange weg te gaan, maar ik lig voor mezelf wel op schema. Oké, een van je laatste wedstrijden, dat was vorig jaar hier in Wijk en Aalburg. Misschien wel de laatste keer dat je op het podium stond. Hoe was die tijd daarna? Ja, het was mijn allerlaatste wedstrijd inderdaad. Want dat ging nog wel, maar op hangen en wurgen. En daarna heb ik inderdaad stilgelegen. Nou, dat is natuurlijk lastig. Ik hoopte nog weer in gang te kunnen schieten richting het einde van het seizoen. Nou ja, daar kwam ik eigenlijk een maand of twee later achter dat ook niet meer ging lukken. Dat het echt van langere duur zou zijn, dat ik rust zou moeten nemen. Nou, dat was wel heel hard nodig en dan leg je daar ook wel gemakkelijker bij neer. Maar ja, dan toch, het is toch een andere routine dan je normaal gewend bent. En de eerste tijd had ik daar wel moeite mee. Nou, tot ik het op een gegeven moment ging voelen dat het wel hielp en dat ik me beter ging voelen. En dat ik ook weer de hoop kreeg om weer te kunnen starten. Oké, heb je al een beetje gezegd wanneer dat je eerste wedstrijd weer gaat rijden? Nou, ik wil daar eigenlijk zelf geen datum op plakken, omdat ik dan moet gaan forceren naar die eerste wedstrijd toe. En ik wil gewoon op het moment dat ik me daar klaar voor voel, dan pas weer deelnemen. En uiteraard hoop ik dat spoedig zal zijn, maar dat hangt gewoon af van hoe het gaat. 7 mei moet in elk geval, dat moet haalbaar zijn.
Ja, dat is, zeker wel de bedoeling dat ik daar van start zou gaan. Ja. We hebben net de presentatie gezien. Het is echt weer een geweldig programma, Marjan. Ja, het is echt zo'n ontzettend mooi en breed scala aan activiteiten die dag. En natuurlijk vind ik het bijna zelf jammer dat ik niet overal bij kan zijn. Want ik heb natuurlijk een wedstrijd te rijden. En daar ligt dan de nadruk op. Ik zal zeker proberen ook de andere activiteiten waar mogelijk bij te wonen. Het is zo'n mooie dag. Voor ieder wat wils, denk ik. Ja. Het is de 10e keer. Je hebt 8 keer meegedaan. Volgens mij alle 8 keer op het podium. Ja, inderdaad. Nou, dat legt de lat hoog, denk ik. Maar ik ga er alles aan doen. Oké, ik wens je heel veel succes. Bedankt. Ja, voorzitter van het wielercomité, Esther Vroeg. Ja. Er staat weer wat. Er staat zeker wat. We zijn ook erg trots en tevreden met het programma zoals we het vandaag hebben kunnen presenteren. Ja, een heel breed programma. De jeugd is weer terug. Daar zijn jullie ook bijzonder blij mee, denk ik. Ja, absoluut. We hebben natuurlijk in de regio een paar prachtige jeugdverenigingen. En het is juist voor die kinderen heel erg belangrijk dat ze ook wat wedstrijdervaring kunnen opdoen. En dat ze natuurlijk op zo'n wedstrijddag ook kunnen zien hoe de elite natuurlijk tekeer gaat op de fiets. Handbikers, ook belangrijk. Ja, de gehandicapte sport heeft natuurlijk specifieke aandacht. Dat hadden ze al de afgelopen jaren hier. Maar we zijn erg blij dat we ook die categorie kunnen laten rijden. Absoluut. Oké, en Joop Zoetemelk komt naar Aalburg. Ja, ontzettende eer. En we zijn erg blij dat dat geregeld is met de Cycle Ambassadors. En dat die ook bereid zijn geweest om hem hier te laten komen. En dat alle recettes, dus de kaartopbrengst en dergelijke, ook ten goede komen van de stichting. Oké, je had het net ook over vrijwilligers. Er zijn er nog heel veel nodig, ook voor verkeersregelaars en dergelijke. Alterna TV is breed gedragen, dus je kan hierbij nog even een oproep doen. Ja, dan hierbij nog een keer de oproep. Iedereen die zich geroepen voelt, op welk vlak dan ook, man, vrouw, jong, oud, wel of geen opleiding, is allemaal niet relevant. Die zich geroepen voelt om een bijdrage te leveren aan het wielerevenement, is van harte welkom om zich te melden via de site. En dat kan betreffen inschrijvingen, lunchpakketten klaarmaken, verkeersregelaar zijn of eventueel, als je wat meer tijd hebt, om een bestuursfunctie te vervullen. Oké, ik had het net met Marianne over. Ze heeft 8 keer hier meegedaan, 8 keer op het podium gestaan. Daar hopen we toch allemaal volgend jaar, of dit jaar ook weer een beetje op. Ik hoop ten eerste dat ze van start gaat. Daar zijn we wel heel tevreden zijn natuurlijk dat ze weer helemaal fit en gezond is. En nou, zoals ze hier vanmiddag zit, mogen we dat zeker aannemen. En daarnaast hopen we natuurlijk ook dat ze op een prachtige plaats gaat eindigen. En dus op het podium. En ja, deze voorzitter zal helemaal blij zijn als ze natuurlijk in Rio straks ook op het podium gaat eindigen. Oké, dankjewel. Heel veel succes. Dankjewel. Van Elf en die draaien naar door de bocht. Dit is de laatste 250 meter van vandaag. En dan gaan we sprinten. En dan doen we dat in een mooie rechte lijn. En dan wordt de sprint al vroeg aangetrokken door een van de dames van Liftclub toe. Dan wordt de sprint al heel vroeg aangetrokken. Maar daar komt daar dan de eindjump. Daar is de eindjump van Wimmerman en dan de dame. Chloe Hoskin. Chloe Hoskin wint dit race. Ja, vorig jaar deed ik het oplopen in Bosselen. Vandaag de ronde hier in Wijk en Aalburg.